dat, nou ja, op dit moment zijn we vrienden. En dat is ook een Hoi, ik ben Kim en super leuk dat je kijkt naar deze allernieuwste video. Ik heb weer eens een Girl Talk video voor jullie en dit heb ik al een paar keer eerder opgenomen. Maar er komen steeds meer vragen binnen en steeds meer onderwerpen waarvan ik denk van ja, daar ga ik het nu weer over hebben. Dus in deze video weer een Girl Talk video. Ik heb namelijk een paar onderwerpen opgeschreven waar ik het heel graag over wil gaan hebben. Dat zijn onder andere onderwerpen zoals menstruatie, wanneer ik voor het eerst ongesteld ben geworden en wat ik dan allemaal deed. Maar ook bijvoorbeeld over relaties, over liefdesrelaties, over vriendenrelaties, dingen die ik zelf heb ervaren, waaronder menstruatie, wanneer ik voor het eerst ongesteld ben geworden, dat soort dingen. Die vertel ik eigenlijk allemaal in deze video. Het is nu meer persoonlijk naar mij ook gericht en ik hoop daar een beetje een soort van advies voor te geven. Dus laten we heel gauw beginnen met vraag 1. Als allereerste vraag heb ik een relatie met iemand. Ja, ik heb nu bijna een jaar en een maand een relatie met Jeffrey. En ik heb hem eigenlijk een beetje... Ik ken hem sowieso al eigenlijk. Maar nooit echt gesproken met elkaar. Nooit echt face-to-face elkaar gezien. Totdat hij eigenlijk op zijn snapverhaal volgens mij had staan dat hij heel graag naar het winterparadijs in Amsterdam wilde. Daar heb ik eigenlijk op gereageerd van hey, het lijkt me hartstikke leuk. Want ik wilde daar ook een keer heel graag heen. Zo is het eigenlijk een beetje tot stand gekomen. Zijn we er uiteindelijk heen gegaan. Eigenlijk was dat een soort van vonk die oversprong wel bij beiden. Ik had eigenlijk, daarvoor had ik altijd gezegd van nee, ik hoef geen relatie meer. En nee, ik ben echt even helemaal klaar met jongens. Zo zie je maar dat het ook anders kan. Ik was altijd van geen relaties, ik stop ermee. Ook omdat ik best wel nare ervaringen heb daarmee. En de dingen die er natuurlijk allemaal zijn gebeurd. Dus ik was echt even helemaal klaar mee. Ik was toen op dat moment, het was in november, december geloof ik uit mijn hoofd. 4-5 maand was ik toen single. Dus ik moest er echt gewoon niks van af. Ik ging er ook gewoon vriendschappelijk in eigenlijk. Het was niet van, oh, ik ga met hem mee omdat ik weer een relatie wil. Absoluut niet. Het was echt gewoon puur vriendschappelijk. Puur ook om Winterparadijs te bekijken. Want daarvoor gingen we eigenlijk in eerste instantie erheen. En dat is eigenlijk ook gelijk inderdaad de vraag van, hoe heb ik mijn vriend leren kennen? Nou ja, op deze manier. En nu zijn we eigenlijk een jaar en bijna een maand verder. En het is nog steeds even leuk, even gezellig. We hebben superleuke connectie met elkaar. We delen eigenlijk vrijwel alles wat we denken, wat we zeggen. En ik merk ook wel dat ik veel meer naar hem toe groeien en steeds meer me open durf te stellen en dat soort dingen. Dus dat is wel heel fijn. Om dan ook even op de relatie en zo door te gaan. Hoe kan je zien of een jongen je leuk vindt? Dit is altijd super lastig. Ik ga heel eerlijk zijn. Ik ben totaal niet die persoon waar je dit aan moet gaan vragen. Want ik heb nooit hints gezien. En ik zie ze nog steeds af en toe niet. Ik heb wel gemerkt in bijvoorbeeld de relatie met Jeffrey op dit moment. Hoeveel tijd steekt hij in mij? Ik merkte op een bepaald moment, we hadden natuurlijk eerst helemaal geen contact. En na Winterparadijs stuurde hij alleen maar snaps, probeerde hij alleen maar contact te krijgen. Nou, dat ging natuurlijk bij mij wederzijds zo. Ik denk dat het ook wel echt te maken heeft met hoeveel tijd en energie en hoeveel contact je hebt met diegene. En hoeveel energie die je eigenlijk in jou legt. Want stel, hij zou dat niet gedaan hebben, dan zou er nooit bijvoorbeeld zo'n relatie uit kunnen komen. Althans, het moet natuurlijk wel wederzijds zijn hoor, daar niet van. Maar ik denk dat je wel snapt wat ik bedoel. Ik ben totaal niet de persoon daarvoor eigenlijk. Maar sowieso, hoeveel tijd steekt hij in je? Stel, het is een keertje op school of zo. Misschien dat je dan kan gaan checken van, komt diegene dichtbij? Maakt diegene vaak oogcontact, weet je wel? Probeert hij vaak bij je in de buurt te zijn? Allemaal zulke dingen. Dat wist ik vroeger niet trouwens, dat wist ik nu wel. Dat zijn allemaal dingen die eigenlijk wel een beetje te maken hebben van, hey, hij vindt me leuk, hij vindt me interessant. Kan het iets gaan worden, weet je, op die manier. Dus ik denk dat dat het beste is wat je kan bedenken daarbij. Hoe vind je nieuwe vrienden? En dit is echt een best wel belangrijke en moeilijke vraag. Ik ga heel eerlijk met jullie zijn. Ik heb niet heel veel vrienden. Ik heb wel vrienden door heel het land heen eigenlijk. Maar niet die ik bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks zie. Ik heb een paar hele goede vrienden. Een paar die zijn er ook weggegaan. Daar heb ik geen contact meer mee. En ik merk eigenlijk sinds dat corona eigenlijk is geweest. Wie echt mijn echte vrienden zijn en die er voor me staan. En wie dichtbij je staan. Toen ik ook wel weer terugkwam op school. Toen waren er een paar mensen zo erg veranderd. Dat ik ook echt dacht van oké, na school hoef ik geen contact meer met je. En dat is ook niet gebeurd hoor. Niet dat ik het expres heb laten verwateren. Ik ben ook wel echt zo'n persoon die vriendschappen wil behouden, omdat ik ze niet kwijt wil. Maar als ik dan merk van oké, ik steek er veel te veel tijd in, dan
laat maar, weet je wel. Dat hoeft van mij ook niet. Het moet wel echt wederzijds komen. Hetzelfde als een liefdesrelatie moet ook wederzijds komen. En dat is eigenlijk hetzelfde met een vriendschaprelatie. Maar waar ik heel veel vrienden of goede vrienden heb leren kennen, is echt puur door het dansen eigenlijk bij mij. Ik heb een superleuk team. Ik heb superleuke connecties daar. Want je deelt je passie. Misschien dat je samen naar een danceclass kan, weet je wel. Ik heb ook een TikTok-vriendin. Dat klinkt misschien heel suf, maar een TikTok-vriendin die deed ook aan TikTok. En ik heb haar nog nooit gezien totdat ik een keer een class ging volgen. En ik vroeg haar mee van, hey, lijkt het je leuk om een keer mee te doen? En zij geeft zelf ook les. Zij vraagt dan ook af en toe aan mij van, hey, wil je een keer bij mijn les komen? En dan kunnen we samen dansen, kunnen we samen onze passie delen, bla bla bla. En dat doen we nog steeds. Of je zit bijvoorbeeld op voetbal, of je zit op badminton, of je zit op dit, of je zit op dat. Als het maar bijvoorbeeld een sport is wat je bijvoorbeeld deelt, dan maak je al veel sneller vrienden dan bijvoorbeeld op een school of weet ik veel wat allemaal. Althans, dat heb ik ervaren trouwens. Mijn beste vrienden komen eigenlijk of door TikTok, of door dans, of door eentje van school trouwens, dat wel. Maar zo zijn er verschillende dingen om nieuwe vrienden te maken. Hoe weet je of iemand een slechte vriend is, ja of nee? Oh, dit vind ik een hele lastige als ik heel eerlijk ben. Misschien is dit een soort van, ik heb wel een voorbeeld, want ik heb dit ook wel een keertje meegemaakt, dat ik echt dacht van, wow, oké, je bent mijn vriendin, beste vriendin, vriend, whatever. En dan vervolgens flik je me dit, dan denk ik wel van, oké, dit hoeft mij niet nog een keer te gebeuren. En dat was toen ik op vakantie ging met een vriendin van mij. Probeer niet de details ervan te vertellen, want dat wil ik eigenlijk niet online gooien. Daarnaast is het eigenlijk een super goede vriendin geweest, hoor daar niet van. Maar eigenlijk een paar weken nadat ik terug was van die vakantie, toen kwam eigenlijk alles op tafel van wat daarvoor en voor de vakantie speelde. Tijdens de vakantie voelde het ook niet helemaal op en top en niet helemaal goed. Waarbij ik ook mijn twijfels eigenlijk erover had. Niet over de vriendschap op dat moment, maar gewoon meer van, oké, is dit het juiste moment om bijvoorbeeld met z'n tweeën op vakantie te gaan? Dat spookte wel heel vaak door mijn hoofd. Sowieso, toen ik terugkwam, toen heeft ze eigenlijk heel veel dingen gezegd. Dat ze twijfelde over de vriendschap. En dat ze twijfelde om met mij op vakantie te gaan. En ja, ga zo eigenlijk maar door. Er zijn heel veel dingen gezegd waarvan ik echt dacht van, wow, waarom heb je dit niet eerder tegen mij verteld, weet je wel? Want dan was ik nooit in de eerste instantie meegegaan op die vakantie. En dat speelde dus echt al 3-4 maanden voordat wij op vakantie gingen. En dit zei ze dus een week, 2 weken later, toen we weer terug in Nederland waren. Waarvan ik echt dacht van, wauw, ik ben echt niet iemand die je op gaat judgen van, dit hoef je niet te zeggen, weet je wel. Ik ben juist iemand waarbij je gewoon alles tegen kan zeggen. Als ik dan, dat zei ik ook tegen haar, maar je kan alles tegen mij kwijt. Dat weet je toch, hoop ik. Daarom zijn wij ook gewoon vrienden. En er is niks geks bij mij, om het zo zwart-wit te zeggen. En toen zei ze van, ja, maar ik heb er gewoon heel veel moeite mee en bla bla bla. Maar ja, toen dacht ik ook van, oké, ik snap het. Ik had dan liever mijn geld bespaard en dat ik dit had geweten, dan dat ik dit nu achteraf hoor en eigenlijk voor saus mijn geld had weggegooid voor die vakantie. Want het was geen goedkope vakantie, kan ik je vertellen. Toen had ik al wel mijn twijfels van, oké, wil ik dit doorzetten? Vooral met de dingen die dus waren gezegd. Toen heb ik uiteindelijk voor mezelf een beslissing gemaakt van, nou ja, de manier hoe je dit nu allemaal tegen mij zegt, vind ik gewoon niet helemaal oké. Dus ik hoef bij deze geen contact meer met je. Ik vond het hartstikke leuk de afgelopen paar jaar, maar als je bijvoorbeeld niet zulke dingen tegen mij kan zeggen, dan weet ik niet wat ik nog meer kan vertrouwen, weet je wel. En het gaat niet om het vertrouwen, het is gewoon puur een stokje van, weet waar je staat en weet hoe je je voelt. Dat is bij mij heel erg zo. Dus toen heb ik wel gezegd van, oké, laat maar. Ja, als je gewoon niet eerlijk bent tegen mij, dan is daar de gat van de deur. Nee, maar zo zijn er wel heel veel andere dingen. En zo ben ik eigenlijk een beetje achtergekomen van, oké, wie kan ik vertrouwen, wie kan ik niet vertrouwen. Dus daar ben ik wel echt heel voorzichtig in. En zo zijn er natuurlijk altijd weer andere verhalen, hoor, daar niet van. Maar dit is mijn kant van het verhaal daarvan. En om dan weer even op de relaties over te gaan. Wanneer is je beste tijd om bijvoorbeeld te gaan daten? Of bijvoorbeeld met een vriendje te beginnen of vriendinnetje of whatever. Dit hangt er eigenlijk denk ik een beetje van af hoe ver je daarmee bent als persoon. Er is geen beste tijd om te gaan daten bijvoorbeeld. Ik merkte zelf wel op de middelbare school, ik moest echt niks van jongens af hebben. Dat ten eerste, ik had nooit een relatie op de middelbare school. Dat wilde ik ook echt totaal niet. Maar iedereen om mij heen ging wel bijvoorbeeld daten en had al een relatie, was al bezig daarmee, had zijn eerste zoen al gehad, weet je wel, op die manier. Dus dan voelde je wel een soort van groepsdruk, als ik dat zo kan zeggen. Je moet het doen wanneer het voor jou goed voelt.
Het is niet van, oh, in de eerste moet opeens iedereen gaan daten en al je eerste zoen hebben gehad en dit en een vriendje en bla 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 bla. Totaal niet. Doe wanneer jij er klaar voor bent en wanneer jij denkt van, ja, nu wil ik het. Er zit geen tijd aan vast. Het is geen bepaalde periode waarbij je denkt van, nu ga ik eens een vriendje krijgen, weet je wel. Zo idee. Dat moet je juist niet doen. Ik heb dat ook nooit gehad. Ik ben pas echt op mijn 17e volgens mij. 16e, 17e ben ik pas echt een beetje met jongens bezig geweest. Qua daten, qua meer connectie leggen of zo daarmee. Ik weet niet wat de juiste bewoording daarvoor is. En toen kreeg ik ook mijn eerste vriend. Die relatie duurde een maand. Dus kan je het een vriend noemen? I don't know. Jullie mogen het zelf invullen. Dat was dus echt de eerste keer dat ik een vriend kreeg. Waarbij ik dacht van, oh ja. Maar ja, dat duurde een maand. En het was ook een lange afstandsrelatie. Ik was 17. Hij was 19, 20 geloof ik uit mijn hoofd. En hij woonde ook echt aan de andere kant van Nederland. Dus ja, dat werkte sowieso niet op dat moment en die leeftijd. Kort daarna eigenlijk, toen leerde ik iemand kennen op mijn school. En daar heb ik echt 3,5 jaar een relatie mee gehad. Wat je een relatie kan noemen natuurlijk. Want er is heel veel gebeurd. En ik wil het eigenlijk liever geen relatie noemen. Het is eigenlijk echt gewoon a waste of my time. Maar oké, dat terzijde. En toen heb ik eigenlijk gezegd van, hey, ik wil eigenlijk geen relatie meer. Want er wordt toch alleen maar met mij gespeeld. En ik word aan de kant geduwd, weet je, op die manier. En toen kwam Jeffrey op mijn pad. Ik ben nu 22. Ik kreeg met hem een relatie toen ik 21 was. Dus ja, er is geen echte tijd van, dit is nou de beste tijd om te gaan daten. Dus zoek het lekker voor jezelf uit. Dat is het beste. Ik heb hier een vraag met, ik heb net voor het eerst mijn ongesteldheid gekregen. Wat moet ik nu doen? Ik heb hier een paar dingen voor opgeschreven. Ik ga ook mijn eigen verhaal daarvan vertellen. Want dat was ook echt een apart verhaal van hier tot Tokio. Maar ik heb opgeschreven, wees altijd voorbereid. Ook al ben je nog nooit ongesteld geworden, heb altijd iets bij je. Want als je dat niet bij je hebt en je hebt bijvoorbeeld een keer een witte broek aan, dan kan je net zo goed gelijk naar huis gaan. Want je gaat het gewoon zien. Dus ga echt nooit zonder producten ergens weg. Ik heb eigenlijk altijd in elke tas die ik mee heb, bijvoorbeeld mijn koffer, mijn kleine handtas, mijn werktas. Ik heb altijd iets van maatverband of inlegkruisjes of af en toe ook een tampon. Ik gebruik zelf geen tampons, behalve als ik ga zwemmen. Daar niet van. Maar ik heb eigenlijk in elke tas heb ik wel iets zitten om dat te gaan gebruiken voor het geval dat ik bijvoorbeeld een keer eerder ongesteld ben of weet ik het. Dus ga altijd voorbereid ergens heen. En je kan altijd vragen bijvoorbeeld aan meiden van, hey, heb je iets? Heb je iets qua maandverband? Heb je iets qua dit? Heb je iets qua dat? En daar hoef je niet voor te schamen, want elk meisje wordt een keer ongesteld. En ze snappen donders goed als je bijvoorbeeld vraagt van, hey, heb je iets bij je? Je hoeft het geen eens te hebben over maandverband of over een tampon of over dit of over dat. Als je al zegt van, hey, heb jij iets bij je voor mij? Dan weet je eigenlijk ook al genoeg. Dan weten hun eigenlijk al wel genoeg. En dan ook even mijn kant van het verhaal. Hoe ben ik voor de allereerste keer ongesteld geworden? Zat nog in een zomervakantie net voor de eerste van de middelbare school. En ik zou samen met een klasgenootje die ik op de kennismaking had, was tegengekomen, ging ik naar de bioscoop volgens mij. Omdat er een film draaide of zo, weet ik het. Ik weet nog wel, het was volgens mij toen in de avond, eindmiddag, begin avond geloof ik uit mijn hoofd, dat we daarheen gingen. En ik wilde me omkleden. Ik zag opeens iets roods daar beneden. En ik dacht van, oké, wat is dit? Tuurlijk wist ik wel enigszins wat het was, maar ik wilde het gewoon voor de zekerheid weten, weet je wel. Dus ik riep mama en ik zei van, help, wat moet ik doen? En zij had natuurlijk al allemaal dingen en inlegkruisjes en weet ik wat allemaal. Dus ze had een paar inlegkruisjes aan mij gegeven en zei van, ja, ga gewoon even om het uurtje kijken of om de half uur was het volgens mij. Of je niet aan doorlekken bent, ja, of te nemen, omdat het echt zo'n dun dingetje was. En ja, sindsdien neem ik eigenlijk altijd iets voorbereid mee. Ik schaamde me er niet voor. Het was eigenlijk echt van, oh, en nu? Het was echt even helemaal omschakelen, want ik wilde naar de bioscoop gaan. En eindstand gebeurde dat en ben ik alsnog gegaan. Het was echt gekke error. Maar ja, dat is eigenlijk een beetje hoe het bij mij is gegaan. Ik ben op de dag van vandaag eigenlijk nog steeds elke maand ongesteld worden. Ik moet ook nu weer ongesteld worden trouwens. Dat is ook wel echt een grappig ding. Even een tip voor als je niet weet wanneer je ongesteld moet worden. Ik zet eigenlijk altijd in mijn agenda, zet ik een ootje, puntje, puntje, puntje neer. Dus stel, ik ben vandaag 7 maart ongesteld geworden. Nou, dan ben ik het ongeveer een week. Nou, op de 14e maart ben ik het dan, als het goed is, gewoon klaar. Dan heb je 1, 2, 3, 4. Dus ik zou het dan op 11 april weer moeten zijn. Dan zet ik het erin als een ootje met puntje, puntje, puntje. En op de Apple agenda kan je dus een melden krijgen van 1 week ervoor. Ik word namelijk heel vaak om de 3 weken ongesteld. Dus ik zette eigenlijk altijd om 4 weken zet ik dus een melding.
En een extra melding een week daarvoor. Zodat ik weet van oké, nu zijn er 3 weken voorbij. Dus ik kan bijvoorbeeld deze week ook worden. En wat ik nu ook de laatste tijd gebruik is mijn gezondheid app van Apple zelf. En ik weet niet of je het heel goed kan zien. Hier houdt de gezondheid app ook jouw eigen menstruatie bij. Dus zoals je inderdaad kan zien, ik kan vandaag bloedingen krijgen. Maar eigenlijk officieel gezien is het pas op deze dag. En je kan dan ook helemaal invullen van, heb je veel bloedverlies of niet? Heb je, welke bijwerkingen heb je? Weet je wel, je hebt echt alles wat je erin kan zetten. En dat helpt eigenlijk ook met wanneer je weet van wanneer je nou ongesteld moet worden. Tippy van Flippy. Ja, en dat waren eigenlijk letterlijk alle vragen die ik had. Het is een wat kortere video geworden, maar goed, weet je, hoort er ook een keertje bij. Mocht je nou nog een vraag hebben of een opmerking, of nou echt dat je denkt van ja, dat wil ik de volgende keer weten, laat het dan zeker even in de reacties achter. En wie weet neem ik je vraag mee. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het kijken en heel graag tot een volgende video. Doei doei!